Morgen allemaal, ik zit hier aan boord bij Jeremy Staverman, een heel erg bekend wedstrijdvisser en fervent roofvisser sowieso, vist al jaren. Heeft heel veel ervaring met het snoekbuisvissen, nou ja, eigenlijk alle roofvisserijen. Ik wil wel eens wat weten van zijn dieptemeters, want ik zie hier gewoon echt schermen die je gewoon in je kamer op kan hangen voor televisie kijken. Laptops. Want dit is echt een beetje het nieuws van Lowrance heb ik begrepen. Ja, dit is de toplijn, de HDS Live serie. Vorig was de HDS Carbon. Om heel eerlijk te zijn moet er ook, ik heb ze net nieuw, dus ik moet er ook nog een klein beetje vers van de pers. Ik moet er ook een klein beetje aan gewend raken, dus ik ben nog aan het spelen met instellingen. Maar goed, ja, die resolutie die is enorm verbeterd. Ik heb als setup gekozen voor een 12 in de cockpit en die gebruik ik eigenlijk tijdens het zoeken naar vis. En soms als ik achter aan het werpen ben, dan gebruik ik hem ook om natuurlijk een beetje de diepte in de gaten te houden. Maar meestal sta ik voorin bij de elektromotor voor en daar heb ik een 16 gekozen. Sommige mensen hebben twee 12's, nou, dat is natuurlijk wel mooi, dus dat is alles heel groot. Maar ja, dan heb je weer twee van die toestellen en dit vond ik een mooie compacte oplossing. Want wat ik eigenlijk graag wil is 4 schermen zien, dat is de GPS, dan weet ik waar ik ben. Ja. Kom ik zo nog even op terug in verband met kaarten. Natuurlijk de klassieke, gewone, tussen aanhalingstekens, dieptemeter. Waar je mooie structuurtjes wissel kan zien. De sidescan. Nou, hier heb ik er dan even maar 3, maar goed, straks zien die andere 4. En de downscan, want de downscan combineert heel mooi met de klassieke dieptemeter. Omdat je dan toch weer net andere dingen kan zien die je op de gewone dieptemeter ziet. Okay. Vandaar dus 4. Hier is dat minder nodig, omdat tijdens het zoeken, ik kan mooi opzij kijken nu en ik heb mijn informatie van de diepte en eventueel of er vis zit. En voor de duidelijkheid, je hebt gewoon 3 beelden nu eigenlijk. Nu heb ik 3 beelden, ja. Normaal heb je er 4 staan, of niet? Nou, voor heb ik er 4 staan. Oké. Want ja, tijdens het vissen kan ik bijvoorbeeld plantenresten, structuurtjes. Hier, hij kan bijvoorbeeld op de gewone dieptemeter kan hij gewoon een bultje aangeven. Ja. En met de downscan kan je dan bijvoorbeeld iets meer zien of het steen is of plantenresten. Want dan hebben we het echt over bijna fotografische sonarbeelden. Ja, die gaan iets verder. En wat de live, het heet eigenlijk live, omdat wat er aan zit te komen, maar het is niet precies bekend wanneer, want er moet natuurlijk een andere transducer voor komen, is echt live beelden. Hè? Want het is natuurlijk een bekend verhaal dat alles wat je ziet, even afgezien van de GPS natuurlijk, hè, maar of je nu klassieke dieptemeter, downscan of sidescan ziet, je kijkt altijd naar het verleden. Ja. He, dus als ik hier het schermpje heb van de gewone dieptemeter, de klassieke dieptemeter, dit is dan de zogenaamde A-scope. Dat is wel live. Dat is wat live. Dat gebruiken ze ook bij dat pelagisch vissen heel veel, toch? Ja, klopt. Ja. Dan moet je dat noemen ze pre-warning. Dat is even een ander verhaal. Ja. En dan zie je eigenlijk het begin van de banaan, zeg maar, staan. Maar dit zie je nog in beeld, maar dat is gewoon verleden tijd. Daar ben je al overheen. Ja. Dus dat is daar. Dat is geschiedenis. Dat is geschiedenis. Dus, en live, het woord zegt het al, dan ververst hij het hele beeld in één keer. Dus altijd alles wat je ziet is de live situatie om de boot heen. Of, nou ja, in ieder geval waar die dan naartoe ligt, die transducer. Want ik zag achter de boot, heb je er 3 transducers aan. Op het moment? Ja. Maar dat is eigenlijk voor al deze beelden die je wil zien? Ja, de grootste transducer, zeg maar, die is voor de sidescan en de downscan. Ja. Daar zitten eigenlijk 2 transducers in die allebei een kant op kijken. En de computer verwerkt die informatie waardoor je iets meer fotoachtige beelden krijgt. Ja. En de klassieke, dat is deze dieptemeter, die kijkt gewoon recht naar beneden in de vorm van een kegel. En daardoor krijg je meer een computer. Ja, ik weet niet precies hoe je het moet doen, maar je krijgt niet een minder werkelijke weergave. Nee. Je moet dat meer ontcijferen, zeg maar. Dit is meer als een video of een foto. En tot slot kun je nog wat vertellen over die waterkaarten waar je gebruik van maakt? Want hoe belangrijk is zo'n waterkaart voor jou, voor jouw visserij? Ja, eigenlijk wel heel belangrijk, om 2 redenen. Veiligheid is natuurlijk een heel belangrijke. Nou is dat in Nederland wel... Natuurlijk, je hebt af en toe wel wat steden, maar in Nederland is dat minder belangrijk. Maar ik vis ook graag in Zweden. En daar is het echt een must. Ja. Ik bedoel, daar worden ze op aangegeven? Als je in de vaargeul blijft. Okay. Dus niet alles, het is een illusie om te denken dat alle stenen worden aangegeven. Dat is niet het geval. Maar Hij geeft de vaargeul perfect aan. Dat is echt wel goed gecontroleerd. Zeker bij Navionics. En op het moment dat je in de vaargeul blijft, dan kom je geen stenen tegen. Okay. Dus dat is... Dus jij gebruikt daarvoor een Navionics waterkaart? Ik gebruik Navionics waterkaart. En je had het net al over Sonar Plus, heet dat? Nee, Sonar Charge Live. Ja. Dus dit is even de basiskaart. Die heb ik zo opgezet. En ik kwam ook nog eventjes iets groter zetten, zodat je het beter kan zien. Dus ik kaart in beeld. Dat begin je eigenlijk met de overlay te kiezen, daar staat hij dan tussen. Ja. Dit betekent Sonar Charge Live History, dus dat betekent dat hij niet gaat verversen. Maar ik kies altijd gewoon voor Sonar Charge Live. En wat je dan ziet is dat hij, je ziet hier nu, ik weet niet of je dat op de camera goed kan zien, maar je ziet dat hij iets verkleuren. Dus hij gaat nu eigenlijk de kaart updaten, verbeteren. Oké. En hier kan je dat een beetje zien. Hier heb en dat slaat hij ook op. Dus jij bent eigenlijk je eigen waterkaart aan maken. Je bent je eigen waterkaart aan maken. Vet. Klopt. Ja. Oké. Ja. En dat doet Navionics eigenlijk voor je en dit systeem in de unit? Ja, het gaat eigenlijk zo dat de transducer van de klassieke dieptemeter, die geeft het signaal door van de diepte. En dat projecteert hij eigenlijk op de kaart, op de juiste GPS-plek, zeg maar. Oké. Nou, thanks Jeremy voor je uitleg. Ja. Wauw, wat een apparatuur. Dit is het nieuws van Lowrance. Ja, heb je zelf geen boot, dus het is altijd leuk om je camera op te hangen als voor de televisie kijken, zeg maar.